gezegd, het is bijna 11 minuten over 11 op deze 11 november 2011. We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En daar komt de uitbeeld. De nieuwe prins met zijn hoofdname. De prins aan de nieuwe prins, de hofdame aan de nieuwe hofdame. En daarmee hebben wij van oud opnieuw de overdracht gedaan. En is het woord zo meteen aan de nieuwe prins. Applaus voor onze oude prins en hofdame. En onze nieuwe prins die zich nu bekend zal gaan maken. Voor zover u hem natuurlijk nog niet kent. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte aanwezigen, in het bijzonder de Raad van Elf, het bestuur, de eerwaarde leden van het genootschap van Oude Prinsen en ook de dames van het Hof en alle andere vertegenwoordigingen van de vereniging. Als het goed is, het is mij waar genoegen om allereerst mijn hofdame bekend te maken. Hofdame Erna, de buurvrouw van de buurman, als hit die u op de website heeft gevonden. En voordat ik tot de bekendmaking van mijn naam in dit ambt overga en het thema van dit carnaval, van dit prachtige vierde lustrum, wil ik graag de oud-prins Robert van Bouwmeester tot Waterland hartelijk danken voor de afgelopen periode en de overdracht. Zijn hofdame Romy en Milo zijn adjudant. En mijn eigen adjudant naar voren roepen. En dan begin ik mee. Mijn adjudant voor dit carnaval is Bas. Carnavalsjaar in met als naam Nicolaas de Derde, van orator tot communicator. En we zullen een korte toelichting geven om even kort voor te stellen wie wij zijn. Voor degene die mij niet direct herkende, ik ben Nico Rijkoff. En ik ben er inderdaad eentje van Gerard en El. Ik ben geboren praktisch achter de toonbank en heb mijn hele leven in allerlei commerciële functies gewerkt. En vooral eigenlijk mijn carrière in de omroep en de mediawereld vormgegeven. En werk op dit moment bij Ziggo. En vandaar ook de naam van orator als redenaar en het woord wat ik graag oefen en wat ik leuk vind, tot communicator, de communicatie en de gemeenschap. Want naast mijn werk ben ik actief op de basisschool, het Ruimteschip, als voorzitter van Heber en bij VVS 46 als trainer en coach van het meisjesvoetbalteam MD1. Naast mij mijn hofdame Erna, die zich ook graag even voorstelt. Ik denk dat veel van jullie denken, wie is dat? De overbuurvrouw van Nico, de vriendin van Ruud Bekel, misschien meer bekend van de cabaret. Ik kom niet uit Spanbroek, ik kom uit Dronten, kleine greetje uit de polder als aanwijzing. Ik woon inmiddels alweer een hele tijd hier en vind het heel erg leuk om carnaval met jullie te vieren. Ik ben hier voorgesteld,
het thema even de knop omzetten. En ik denk een thema dat past bij de achtergrond zoals we hier staan, maar ook in tijden waarin het voor sommige mensen heel moeilijk is. En juist het carnaval en de carnavalsperiode een mooi moment kan zijn om inderdaad even de knop op te zetten en feest te vieren. Ik wens wel een heel fijn en heel mooi carnavalsjaar en ik hoop echt genoegen hierin voor te gaan.